so fine. I still love all of it now. Every time I feel the spirit moving in my heart, I will play it. Every time I feel the spirit moving in my heart, I will play it. If you're a queer, it's joy and cold. It's just the body, not the soul.
Katholieke parochie hier in Zevenaar heet ik u allemaal van harte welkom bij deze zwingende viering. En het is, als ik goed ben geïnformeerd, de 26e ecumenische jazz en gospel pinksterviering. Een hele mond vol. En welkom aan de band waar ik doe dit nou voor de vierde keer. En volgens mij heb ik iedere keer ook de eer gehad om met jullie te zijn ook. De J.J. Borders, nee, J.J.'s Border Jazz Man, de huisband van dit spektakel. En welkom, Gospel Choir, Chosen Gospel Choir. En welkom iedereen die hier gekomen is om te vieren, te luisteren, te bidden, te swingen. En het is een hele mooie traditie, deze viering. En velen zouden deze viering missen als die er niet zou zijn. Want ik vind het bijzonder om te beleven. De muziek, daarbij kun je niet stil blijven zitten. En tegelijkertijd is het ook weer geen concert. Want het is toch ook echt een viering. Een kerkelijke viering. Compleet met Bijbel, met overweging, gebed. En u mag ook meezingen. Een bijzondere beleving. En u mag meedoen. U mag instemmend luisteren. En u mag het ook altijd natuurlijk van harte oneens zijn met alles wat hier gebeurt. Welkom. En het thema van deze dienst is van de lange adem. En bij Pinkster, ja, moet ik toch vaak eerder denken aan een, alsof er een soort bliksemschicht te zien is die de donkere hemel even verlicht. En even is alles licht en dan wordt het ook weer donker. Maar is dat zo? Is Pinkster zo'n oplichtend moment zo weer verdwenen ook?
Of biedt Pinksteren een blijvende inspiratie en helpt Pinksteren ons op weg om het lang mee uit te houden? Daarover gaat het vandaag. Ik wens u een hele goede dienst en ik hoop dat Gods geest ook hier en in ons mag gaan waaien. I shall not be moved, there's not a tree.